Fernandes Bakkerij is vandaag weer gestart met de distributie van broodproducten, zegt Ravin Bajnat, directeur van Fernandes Bakkerij aan onze nieuwsdienst. Dinsdag maakte de bakkerij bekend geen brood en broodproducten te kunnen leveren vanwege een tekort aan meel. Met de hervatte distributie van Fernandes Bakkerij moeten de rijen bij andere bakkerijen tot het verleden gaan behoren. De extra meelimporten die waren vertraagd wegens omstandigheden waardoor wij afgelopen dinsdag helemaal leeg zijn gelopen. We hebben toen gelijk een bekendmaking geplaatst dat wij de komende dagen de markt niet zullen voorzien van brood- en banketproducten. Maar dat we wel bezig zijn aan mogelijkheden om zo gauw mogelijk meel in het land te krijgen, zodat we weer in productie kunnen gaan. Er is veel werk verzet door de verschillende partijen en we hebben gisteravond laat meel binnengekregen vanuit Guyana en we zijn in de nacht begonnen met productie en vanmorgen ook en we proberen nu de markt te voorzien. Het is altijd een uitdaging, het moment dat je echt een total stop hebt. De directeur zegt dat het een uitdaging is om na een totale stop bij een bakkerij het proces weer op te starten. Er ontstaat dan een gat in de markt welke moet worden opgevangen. Dit kan soms enkele dagen duren. Er is goed nieuws. We zijn weer begonnen met productie. Echter zal het wat dagen duren voordat alles weer genormaliseerd is. En dat de verwachting is dat het ergens volgende week zal zijn. Want wat we nu eigenlijk in de markt zetten is gelijk weer verkocht natuurlijk, omdat de markt leeg is. Maar het moment dat wij echt genoeg meel hebben, want we hebben nu meel, net genoeg om de productie van brood op te starten. En als ik het goed heb, dan hebben wij vanaf dinsdag hebben wij weer voldoende meel en dan kunnen we eigenlijk de rest van de dagen in de week de markt goed voorzien. In eerste instantie was de verwachting dat de schaarste nog een aantal dagen zou aanhouden, doordat de boot uit Trinidad en Tobago pas zondagavond wordt verwacht. Echter is de leiding op zoek gegaan naar een tussenoplossing, waardoor er een graanboot gisteravond is aangekomen in Suriname. Zondagavond zal dus het tekort aan meel op de markt volledig zijn weggewerkt.